Hallo, ik ben Silke en ik heb iets op te biechten. Ik heb een heel raar verzoek of een speciaal verzoek gekregen tijdens mijn vakantiejob. Twee zomers geleden werkte ik bij Kwik. En dan moest je natuurlijk de burgers bestellen en via een raampje moet je dan altijd de mensen bedienen in hun auto. En een van die klanten kwam vrij vaak terug en deed altijd wel heel was eigenlijk heel sympathiek tegen mij. En op een bepaald moment vroeg hij mij mee uit. En ik dacht, nee, dat doe je niet. Nee dus. En hij heeft toen op een bepaald moment, ik denk dat hij een beetje gedronken had, dat kan niet anders, vroeg hij mij ten huwelijk. Dus ik werd heel romantisch ten huwelijk gevraagd. Met de frietjesgeur nog in mijn haar. En met een man voor mij in de auto die met mij wilde trouwen. Dat is mijn strafverhaal.